En het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wil in het derde kwartaal van dit jaar starten met het uitbaggeren van de Suriname rivier. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De voorbereidingswerkzaamheden zijn reeds in volle gang, laat minister Patrick Pengel optekenen. Samen met de Maritieme Autoriteit Suriname is er van gedachte gewisseld over het project dat de staat zeker enkele miljoenen US-dollars zal kosten. De aannemer die het werk krijgt, moet het project voorfinancieren. De MAS zal de financiering terugbetalen middels een heffing die geïnd zal worden bij de gebruikers van de rivier. Aan dit baggerproject is ook een onderhoudsproject van minimaal 5 jaar gekoppeld.